De drie mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Dirk Wiersum blijven voorlopig vastzitten. Dat is hier vandaag besloten, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De verdachten zelf ontkennen ook maar iets met de moord te maken te hebben. Wat ik even duidelijk wil maken, ik sluit me aan bij mijn advocaat. En ik heb meneer Wiersum helemaal niet vermoord. Ik ben totaal niet betrokken bij dit. Dit is de vervormde stem van verdachte Moreno B. Justitie ziet hem als een van de uitvoerders van de moord. Maar volgens zijn advocaten voldoet hij totaal niet aan het signalement dat door verschillende getuigen is gegeven. De politie verwoordde het op de dag van de liquidatie als volgt. Het signalement van de schutter is een relatief jonge man. Wordt geschat tussen de 16 en 20 jaar oud. De cliënt valt niet in die leeftijdscategorie. Heel belangrijk is dat men op zoek was naar iemand met een tenger, smal postuur. De cliënt is dubbel gespierd, is een enorm breed persoon, opvallend breed. Als je alleen daarna kijkt, dan moet je al zeggen, dit klopt niet. De politie liet daarna een compositietekening maken. Maar ook die komt volgens Roethoff niet overeen met zijn cliënt. Zet die tekening naast cliënt en je ziet twee totaal verschillende personen. Hij kan dus op basis van wat je daar ziet, de schutter onmogelijk zijn. Het Openbaar Ministerie erkent dat de leeftijd niet overeenkomt met de getuigenverklaringen. Maar is er toch zeker van dat Moreno B. betrokken is geweest? Het blijft natuurlijk heel erg subjectief wat mensen zien. Maar wij denken echt wel dat we met deze verdachten die vastzitten, de uitvoerders, dat zij zeker betrokken zijn geweest bij de moord op Dirk Wiersum. En dat denkt justitie vooral door de aangetroffen sporen. Zo heeft de politie van dezezelfde Moreno B. DNA-sporen gevonden in de vluchtauto. Ik denk dat hij op een moment in de auto gezeten zal hebben. Zo. Net zoals het DNA van 20 anderen, 21 anderen. Maar niet op het moment van de moord? Nee, kijk, het is niet zo dat je aan DNA een tijdstip kan koppelen, hè, wanneer het ergens terechtgekomen is. Het OM ziet in Moreno B. en Guillermo B. de uitvoerders van de moord. De derde verdachte zou behoren tot een groep voorverkenners. En die verdachte is Anouar T. Ook hij ontkent ook maar iets met de liquidatie te maken te hebben. 125 zeer ervaren regisseurs dag en nacht op deze zaak, maar geen hard bewijs. Er is geen enkel bewijs dat ik iemand een opdracht geef om Wiersum wat aan te doen. Ik heb nooit een observatie op Wiersum verricht. Geen van de jongens uit mijn zogenaamde groep zijn ooit in de buurt van Wiersums huis geweest, voor zover ik weet, en het huidige dossier aantoont. Maar justitie ziet dat anders. Anouar T. werd al in de gaten gehouden in verband met een ander onderzoek. Er is een inkijkoperatie geweest en de politie heeft een aantal auto's gevonden in een bepaalde loods die hij huurde onder een valse naam. Uiteindelijk is een van die auto's, is achteraf gebleken, betrokken geweest bij de voorverkenning van de moord op Dirk Wiersum. Daarnaast is het ook zo dat in een OVC-gesprek, dus een geheim gesprek, hij heeft opgemerkt dat hij even de lucht uit moest omdat hij werd gezocht in verband met de moord op Dirk Wiersum. Anouar T. is een neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in de zaak waarin Dirk Wiersum optrad als advocaat van de kroongetuigen. Haal mijn naam uit het dossier en heel de aangevoerde scenario valt uit elkaar. Hiermee kan men gerust de conclusie trekken dat al de ongefundeerde beschuldigingen enkel en alleen gebaseerd zijn op de naam Taghi en niet op bewijs, aangezien er helemaal geen bewijs is om iets op te baseren. Ridouan Taghi wordt op dit moment niet vervolgd voor de moord op Dirk Wiersum. Maar justitie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. Over de opdrachtgever van deze moord hebben we op dit moment helemaal geen aanwijzingen. Er wordt volop onderzoek gedaan natuurlijk in zijn algemeenheid naar dit heftige incident. Maar op dit moment kunnen we geen uitspraken doen over wie daarvoor verantwoordelijk is in de zin van opdrachtgever. Maar dat kan nog wel komen. Het kan nog zijn dat wij op enig moment nog met nadere aanvullingen komen.